Welkom, welkom allemaal. Ja, een van de grote plussen van online vergaderen of videocalls en seminars en zo is, los van dat je reistijd bespaart, ook dat we heel gedisciplineerd kunnen zijn en gewoon op tijd beginnen. Mijn naam is Mark Hille. Ik ben oprichter en voorzitter van Social Enterprise NL. Ik mag deze sessie modereren. Wat gaan we doen? We gaan luisteren eerst naar Monique Molenaar. Monique zal zichzelf wat voorstellen, maar die zal vertellen over het beleid van de gemeente Amsterdam en hoe de inkoop daar beleidsmatig verduurzaamd en inclusief wordt gemaakt. Dan is er ruimte voor vragen, waar onder andere ook Egon en Inge eventueel zouden kunnen bijdragen van de gemeente Amsterdam. Dan gaan we wat concreet worden. We hebben Hugo Bruin, inkoper van de gemeente Amsterdam, die vertelt hoe ze de inkoop van bloemen hebben gedaan om die veel inclusiever en duurzamer te maken. Ik vind het een hele interessante casus. Ook daar is natuurlijk ruimte voor vragen. Dan hebben we een korte presentatie van Jos van Beuningen. Jos is oprichter en directeur van de Flower Family. Die hebben die uitvraag van de gemeente Amsterdam gewonnen. Heel interessant om te kijken waarop dan en hoe de Flower Family dat doet. En hoe belangrijk de maatschappelijke dimensie van die uitvraag daarin dus was. En dan zal ik nog even heel kort afsluiten met een linkje naar het artikel wat ik heb geschreven samen met professor Schotanus en Jeroen Wegkamp van PwC over hoe de lange termijn ontwikkeling zou kunnen zijn van de publieke inkoop. En er is een heel vol programma, dus we moeten gedisciplineerd zijn in deze 40 uur, 40 minuten. Monique, ik geef graag het woord aan jou. Dankjewel, Mark. Ik zal gelijk mijn scherm delen. We kunnen gelijk van start met de presentatie. Nou, we zullen aan het begin beginnen. Zo ja. Welkom allemaal. Mijn naam is Monique Molenaar. Ik ben werkzaam als bestuur en beleidsadviseur bij Concern Inkoop, de inkoopafdeling van de gemeente Amsterdam. Dat doe ik nu ongeveer 2,5 jaar. En als beleidsadviseur ben ik linking pin tussen de verschillende beleidsdirecties en inkoop. En dan kijken we hoe we het beleid vanuit de beleidsdirecties kunnen vertalen naar concrete inkoopkaders. Dus dat is een groot deel van mijn werk. Mij is gevraagd om vandaag iets te vertellen over inkopen met invloed. Dit is een glossy document die we in juni van dit jaar gelanceerd hebben. En in inkopen met invloed worden eigenlijk de thema's die Amsterdam belangrijk vindt, die voortkomen uit het coalitieakkoord, worden zichtbaar gemaakt. En door middel van praktijkvoorbeelden proberen we dat extra kracht bij te zetten. Om te laten zien, zowel aan de interne organisatie als aan de marktpartijen, wat Amsterdam belangrijk vindt en welke doelen we met het instrument inkoop kunnen behalen. De aanleiding ga ik kort iets over vertellen. Onze herziening van het Amsterdamse inkoopbeleid. En dan kort neem ik jullie mee in het document Inkopen met Invloed. En dan tot slot hebben we nog tijd om wat vragen te beantwoorden. De aanleiding is eigenlijk de bestuursopdracht inkoop dat we dit document zijn gaan maken. Begin 2019 is er een bestuursopdracht uitgevaardigd. Omdat door de wethouder inkoop, omdat er een toenemende onrechtmatigheid was op de inkoopuitgaven. En dit leidde meerdere jaren achter elkaar tot een jaarrekening met een verklaring met een beperking op de inkoopuitgaven. Dus daarom is er een bestuursopdracht uitgevaardigd. Want als het natuurlijk te veel onrechtmatige inkoopuitgaven zijn, dan gaat er ergens in het inkoopproces gaat er iets mis in de organisatie. Dus we hebben enerzijds was het doel van de opdracht om het terugdringen van die onrechtmatige inkoopuitgaven. En we hebben gelijk onderzoek gedaan naar het gehele inkoopstelsel in Amsterdam. En dat is gebeurd in 2019 en 20. En daar is een onderzoeksrapport uit voortgekomen. De uitkomsten onderzoek werking van het inkoopstelsel. En dat onderzoek is opgebouwd uit verschillende deelonderzoeken. En een van die deelonderzoeken richtte zich op de beleidsthema's van Amsterdam. Even kijken, hoor, de betrokkenheid van de beleidsthema's bij inkoopopdrachten. De conclusie uit die opdracht was, dat staat ook hier in deze sheet, de vertaling van de beleidsdoelen naar inkoopkaders, daar ontbreekt het aan.
de kaders die er zijn, zijn vaak abstract geformuleerd, dat een opdrachtgever of de inkoper niet zo goed weet wat hij ermee moet. En die vertaling van die verschillende beleidskaders, dus routekaarten, actieplannen die bij de verschillende beleidsdirecties worden opgesteld vanuit het coalitieakkoord, die worden niet doorvertaald naar inkoopkaders. Dus daardoor is het vrij lastig om zeg maar die doelen ook echt concreet in een aanbesteding op te nemen. En dat frustreert dus uiteindelijk het inkooptraject. En daardoor worden minder doelen, vaak doelen opgenomen. En worden dus uiteindelijk ook veel minder doelen behaald dan zou werkelijk zou kunnen. Daarom hebben we een uitvoeringsplan opgesteld. En het uitvoeringsplan, daar zitten verschillende actielijnen in. En een van de actielijnen is versterking doelmatig inkopen via beleidsuitwerking en aanhaking van de beleidsdirecties bij de lijn. Omdat die actielijn bestaat dus uit heel veel verschillende acties om te komen tot betere aanhaking. En een van die acties was dus, kijk eens naar een strategische laag op het inkoopbeleid. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. En dus hebben we gekeken naar de gelaagdheid in ons inkoopbeleid. Dus we hadden al de operationele laag. Dat zijn vooral de instructies en de formats. Die hebben we geactualiseerd en waar verbeterd waar dat kon. En voornamelijk gedigitaliseerd. De tactische inkoopbeleid, dat is inkopen voor Amsterdam. Dat is het handelingskader hoe inkoop als instrument kan bijdragen. En hoe we in Amsterdam inkopen. En dat is conform het VNG-format. Dus dat hebben we ook gelijk herijkt. En tot slot de strategische laag. Die is dus nieuw. En in inkopen met invloed hebben we dus een glossy digitale uitgave gemaakt. Met weinig tekst, maar wel met praktijkvoorbeelden. Veel kleur om echt het een aansprekend document te maken. En in dat document staat dus eigenlijk alleen maar bestaand beleid van de beleidsdirecties. Maar wel om die thema's die we hebben inzichtelijker te maken en die kennis te vergroten, zeg maar, binnen de organisatie, de focus op wat Amsterdam belangrijk vindt. Dus dit is de voorkant van het document Inkopen met invloed. Even kijken hoor. Dus nou ja, Inkopen met invloed maakt zowel voor de eigen organisatie als voor ondernemers duidelijk welke strategische ambities Amsterdam heeft. Nou, zoals ik net al zei, op visueel aantrekkelijke wijze een beschrijving van de 6 thema's. En in dit document hebben we ons gefocust op duurzaamheid, gezond, inclusie en diversiteit. Waar ook een stukje toegankelijkheid in zit. Innovatie, regionaal en MKB en sociaal. Dit document is onderdeel van ons inkoopbeleid. Inkoop is initiatiefnemer en aanjager. Terwijl eigenlijk natuurlijk die proactieve rol deels ook bij die verschillende beleidsdirecties moet liggen. Maar omdat wij vanuit de bestuursopdracht hier een actie vanuit hebben gekregen, zijn wij als inkoper mee gaan lopen. Het bestaat dus allemaal uit bestaand beleid. Dus verschillende actieplannen, routekaarten, notities, beleidskaders die dus al bestonden. Daar hebben we de belangrijkste dingen voor inkoop uitgehaald, de belangrijkste doelen. En die hebben we weer gebundeld in dit document. Het is een hulpmiddel voor de keuze van de verschillende beleidsthema's in relatie tot de opdracht. En de uitgave is een aanjager, een vliegwiel voor de verdere uitwerking om die beleidsthema's eerder in het inkoopproces aan bod te brengen. Dus dat is ons doel, om zoveel mogelijk zeg maar meer aan het begin van het proces te komen op verschillende manieren. Nou, dit is een document, staat online. Ik zal straks aan het eind van de presentatie staat ook een link naar het document. Omdat we niet genoeg tijd hebben om hem helemaal door te nemen, heb ik één pagina zeg maar eruit gelicht hoe het document is opgebouwd. En dat is voor deze is het thema inclusie en diversiteit. We hebben zeg maar bij elk thema de visie van Amsterdam op het thema beschreven. Wat betekent dit voor de inkoop? Naar een aantal belangrijke doelen. En dan aan de rechterkant zie je dan een praktijkvoorbeeld waar het ook daadwerkelijk in de praktijk is gebracht. Dit thema met een succesvol einde, zeg maar. Nou, dit hebben we dus zo voor alle 6 thema's hebben we dit gedaan. Hier zie je ze nog even. En de visuele aantrekkelijke wijze werking zit zeg maar echt in alle afbeeldingjes.
en de kleur. En op dit moment zijn we dus bezig om die, deze thema's, zeg maar, die zichtbaarheid die we hebben vergroot, om dat ook in de praktijk uit te werken. En dat doen we op verschillende niveaus. En op strategisch niveau proberen we dat te doen door gemeentebreed categoriemanagement in te voeren. Dus zeg maar bij een categorieplan al na te denken, welke doelen willen we in deze categorie bereiken? En dan in alle voortvloeiende aanbestedingen, dat die doelen ook daadwerkelijk opgenomen moeten worden. En dan betrek je ook veel meer de opdrachtgever, zeg maar, bij dat plan. Omdat hij ook de categorie eigenaar wordt uiteindelijk. Daarnaast hebben we een inkoopkalender opgezet. Zowel intern als extern. Dus daar kunnen zowel de opdrachtgevers, de interne organisatie als marktpartijen kijken welke aanbestedingen er aankomen. We zijn bezig om de adviesfunctie beter in te regelen, want inkopers en opdrachtgevers hebben vaak niet de benodigde kennis van de thema's, maar wel de inkoopkennis. Dus om die te bundelen met elkaar, kunnen daar mooie doelen voor elke aanbesteding uitkomen. En we zijn bezig met een pilotplan voor het ambitieweb. Dat is een instrument om ook aan de voorkant, zeg maar, al die thema's bij elkaar te brengen. En te kijken welke thema's het beste op die aanbesteding van toepassing kunnen zijn. Dus dit was in het kort, zeg maar, hoe wij ons inkoopbeleid hebben ingericht en waar we mee bezig zijn in Amsterdam. Dus als er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. En hieronder zie je ook de link naar het document. Dan kun je hem nog eens rustig doorlezen. Ja, heel hartstikke goed, Monique. Ja, als er vragen zijn in de chat, ik heb natuurlijk altijd vragen. En we zitten keurig op schema, dus dat gaat heel goed. Ik refereerde even naar een publicatie. Ik zal hem eventjes ook delen. Ik heb een artikel geschreven met Fredo Schotanus, professor Fredo Schotanus en Jeroen Wegkamp, over de verduurzaming van inkoop. En toen hadden we best wel veel discussie, waarin de ene partijen zeggen, ja, maar het probleem ligt gewoon bij de opdrachtgevers. Die inkopers willen wel, die kaders zijn heel belangrijk. En andere mensen zeggen, ja, nee, die inkoopfunctie is heel conservatief en die is helemaal opgevoed in de laagste prijs. En ik was wel benieuwd hoe die dynamiek in Amsterdam eigenlijk is en of jij daar, ja, of je daar waarnemingen over hebt. Ja, nou ja, het ligt natuurlijk niet altijd alleen maar bij de inkoper dat het op laagste prijs moet. Vaak zie je dat ook wel, hè, bij de opdrachtgevers. Hè, die krijgen natuurlijk een bepaald budget mee aan het begin, zeg maar, van het jaar of van een programma. En daar moeten ze het mee doen. Dus dan is het natuurlijk snel het oordeel om, als iets duurzaam moet, dat het vaak ook duurder is. Of als het op met bepaalde beleidsdoelen, zeg maar, dat het dan vaak duurder wordt. En daarom proberen we in Amsterdam nu ook heel erg om meer naar de voorkant te gaan. Dus dat is een eerste stap, zeg maar, bij de categorieplannen. Hè? Dus dan weet je wat er allemaal gaat aankomen. En dan kan je daar al budget reserveren. En dan kan je daar al in gesprek met de opdrachtgever om te kijken, hè, welke doelen willen we behalen in deze categorie. Inkoopcategorie. En wat gaat dat ongeveer kosten? En wat kan wel en wat kan niet? En dat zou je ook al kunnen doen helemaal aan de voorkant. In bijvoorbeeld in een programma waar budget aangevraagd moet worden door de verschillende budgethouders. Als je dan al weet wat je wil gaan doen op het gebied van die ambities, dan kun je daar natuurlijk al extra geld voor aanvragen. Maar daar, ja, dat gebeurt nu nog niet altijd in Amsterdam. En dat, daar zijn we nu wel mee bezig om die kanteling, zeg maar, een beetje te maken. Om door steeds meer eerder in het proces die beleidsthema's te benadrukken, zeg maar, zichtbaar te maken. Ja, er staat een vraag van Egon in de. Van jouw collega Egon in de chat. Of je nog iets meer over de thema's en het ambitieweb kan vertellen. Dat lijkt me ook zeer interessant. Nou ja, het ambitieweb is dus een instrument dat is eigenlijk ontwikkeld in de GWW-sector. En daar zijn dus, zeg maar, daar kan je dus, wij hebben ervoor gekozen om onze zes thema's die we nu hebben gedefinieerd, zeg maar, om die daarin op te nemen. En dan ga je, zeg maar, in verschillende fasen ga je dus met die zes thema's, met de materiedeskundigen van die zes thema's, ga je om tafel om te kijken welke thema's passen het best op de aanbesteding. En dan dat doe je samen met de opdrachtgever, met de inkoper, een procesbegeleider en die zes thema's. En dan ga je na welke thema's van toegevoegde waarde kunnen zijn of impact kunnen maken in die aanbesteding. En dat doe je in twee fases. Dus eerst met z'n allen
Dan vallen er een aantal thema's af die niet kansrijk zijn. En dan ga je weer door met de thema's die dat wel zijn. En dan ga je dat echt concreet vertalen naar criteria, noem het op, voor echt in de aanbestedingsdocumenten. Dat piloten we nu met een binnen het facilitaire domein met een aantal inkooptrajecten. En we zijn nu ook aan het uitbreiden naar ICT, in het ICT-domein en het personele domein. En dat doet een Rijksinkooptrainee voor ons. We zijn aangesloten bij het Rijksinkooptraineeprogramma. Dus elke 8 maanden starten de 3 nieuwe trainees bij ons. En dit is de 2e fase van piloten. Dus we merken wel echt dat het werkt. De mensen zijn er enthousiast over. Dus dat is heel leuk om te zien. Dus we gaan kijken of we dat vast onderdeel gaan maken, zeg maar, van een inkoopproces. Om te kijken of daar meer impact uit voortkomt, zeg maar. Ja, interessant. En die Rijkstrainees, die nemen natuurlijk heel veel bagage mee terug. Ja. Van wat ze geleerd hebben. Maar brengen ze ook iets vanuit het Rijk? Of hoe zie je dat? Ja, zeker. Ja, ze wisselen. Hè. Dus het is een traject van 24 maanden. En ze zitten 3 keer op een andere plek. Dus ze komen sowieso 1 keer bij Amsterdam. En daarna gaan ze weer door naar de Belastingdienst. Of ze komen juist bij de Belastingdienst vandaan. Dus die hebben wel... als ze beginnen natuurlijk starten ze net nieuw. Maar als je iemand hebt uit de tweede lichting, dan hebben zij zeker heel veel kennis. Wat ook weer een toegevoegde waarde kan zijn voor ons. En laatst hadden we iemand vanuit de Belastingdienst. Of in ieder geval iemand vanuit ons die naar de Belastingdienst is gegaan. En daar hebben we dan nog wel contact mee over het ambitiewet. En die is dat ook weer een nieuw leven aan het inblazen. Dus zo gaat dat wel door, zeg maar. Dus dat is leuk om te zien, ja. Nou, ik zie nog een vraag van Egon, heel actief. Dat is ook een mooie afsluitende vraag. Wat zou je advies hebben voor een toekomstig college? En dat gaat ook niet alleen over het college van Amsterdam, maar waarschijnlijk voor alle colleges. Ik lees ervoor als het gaat om financiële kanten op het andere kijken naar enkel. Nee, er komen weer gemeenteraadsverkiezingen aan. Ja. De vraag die Stefan ook stelde, zullen we maar zeggen, aan Robert van het ministerie van Economische Zaken. Wat zou je in alle eigenlijk misschien dan nieuwe collegeakkoorden willen zien? Nou ja, ik denk dat het sowieso natuurlijk... inkoop komt er natuurlijk niet heel expliciet in naar voren. Dus ik denk dat we er meer aandacht voor kunnen vragen, zeg maar. Dat inkoop echt een heel goed instrument kan zijn om al die doelen te realiseren. En... dus dat zou ik erin zetten. En inderdaad echt aan de voorkant. Dus dat we aan de voorkant daar ook financieel budget voor vrijhouden. Om zeg maar, iets, als we iets willen, dat daar ook geld is om het duurzaam te maken. Dus dat daar al vroegtijdig over nagedacht gaat worden in de verdeling, zeg maar. Als we willen verduurzamen op het gebied van voertuigen. Dat we daar dan ook echt geld voor uittrekken om die voertuigen zo duurzaam mogelijk... aan te kunnen kopen, zeg maar. Dus dat daar extra middelen voor zijn. Daar denk ik nu dan even aan. Maar er zullen natuurlijk vast nog heel veel andere manieren zijn die ik nu niet zo paraat heb. Nee, maar dat is helemaal prima. Heel veel dank, Monique. Heel veel dank. We gaan door naar Hugo Bruin. Hugo, ja, stel jezelf ook nog een beetje voor. Hugo is inkoper binnen de gemeente Amsterdam. Gaat een casus presenteren. Misschien even beginnen met een vraag ook aan jou, Hugo. Als het nou gaat tussen de dynamiek tussen opdrachtgevers en inkopers en verduurzaming. Waar zit volgens jou de... Willen jouw collega's echt en ligt het bij de opdrachtgevers of net andersom? Hoe ziet die balans? Nee, zoals Monique al zei, wij zijn wel aanjager ervan. Maar uiteindelijk beslist de opdrachtgever wat hij wil in de aanbestedingstrajecten. En wat ik veel zie is, in de trajecten die ik tot nu toe heb gedraaid, dat duurzaamheid en ook social return zeker hoog op de agenda staat bij opdrachtgevers binnen gemeente Amsterdam. En, goed te horen. Ga verder. Ja, nou, een goed voorbeeld daarvan is de casus Snijbloemen inderdaad. Ik heb als inkoper ben ik verantwoordelijk geweest voor het aanbestedingstraject van Snijbloemen binnen gemeente Amsterdam. Binnen dit traject zijn eigenlijk 3 doelstellingen vastgesteld aan het begin. De eerste is een beetje saai, maar was wel broodnodig en dat was het verlagen van de facturen. Voordat we deze aanbesteding hadden gedaan, hadden we zo'n beetje 15.000 medewerkers. Die mochten hun bloemetje bestellen daar waar ze wilden.
Dat leidde tot meer dan 3000 facturen per jaar van 90 verschillende leveranciers, die allemaal handmatig verwerkt moesten worden door onze facturatieafdeling. Nou, zoals je snapt was dat een enorme werkdruk en ook een enorme kostenpost. De tweede doelstelling die we hadden binnen dit traject was duurzaamheid. Een aantal jaar geleden is er een memo geweest bij ons in de raad binnen gemeente Amsterdam dat we de bloemen moesten verduurzamen, dat we er slecht mee omgingen, dat het bloemenafval eigenlijk chemisch afval was en hoe daarmee om te gaan. Nou, dat hebben we afgekaderd in de aanbesteding op twee manieren. Als eerste het duurzaam vervoer. We hebben binnen gemeente Amsterdam het beleid dat vanaf 2025 al het bestelverkeer emissieloos moet zijn. Dus wij hebben opgenomen in de aanbesteding voor inschrijvers die dit sneller kunnen realiseren, hoger beoordeeld worden. En het tweede was wij verwachten een duurzaamheidsplan van alle inschrijvers waarin ze eigenlijk schreven, oké, wat doen ze op het gebied van duurzaamheid? Wat doen ze als onderneming zelf? Wat gebeurt er met de teelt? Waar halen ze de bloemen vandaan? En zo hebben we dat afgekaderd. En als laatste hebben we heel hoog ingezet op social return. Binnen gemeente Amsterdam vinden we dit zeer belangrijk. We hebben het beleid dat voor alle Europese aanbestedingen een social return percentage van 5% over de opdrachtwaarde wordt gevraagd. En voor snijbloemen wilden we eigenlijk nog ietsje verder gaan. En daarbij hebben we ook aan alle inschrijvers een plan gevraagd waarin ze eigenlijk moesten aangeven wat ze nu al doen aan social return en hoe ze dit ook zien in de toekomst, gelieerd aan onze opdracht. En het mooie is, waar wij ook heel blij mee zijn, is dat je ziet dat met de Flower Family van Jos voor de allereerste keer een reguliere aanbesteding bij ons gewonnen is door een sociale firma. En dat het verschil ook echt gemaakt is op de plannen van social return. Dus daar waren wij, ik als inkoper en als opdrachtgever, heel tevreden over. En dan wil ik nu ook graag het woord geven aan Jos als directeur van de social, de Flower Family. Ga je gang, Jos. The floor is yours. Yes. Hugo, bedankt. Bedankt voor deze mooie introductie. Goedemiddag allemaal. En ook Social Enterprise NL, hartelijk dank voor deze mooie uitnodiging voor dit event. Mijn naam is Jos van Beuningen en ik ben medeoprichter van The Flower Family. De Flower Family is een online bloemenservice, maar niet zomaar één. Wij bezorgen namelijk geen bloemen, althans niet zomaar bloemen, maar bloemen met een verhaal. Binnen de Flower Family zijn wij er namelijk van overtuigd dat ondernemen in de nabije toekomst alleen nog maatschappelijk geaccepteerd wordt als die onderneming ook effectief bijdraagt aan de bloei van mens, milieu en maatschappij. Het ondernemen van vandaag en de toekomst gaat niet meer over macht en status, wat puur en alleen gericht is op geld verdienen. Wij zien dat binnen de Flower Family als hoe betekenisvol zijn wij als bedrijf voor mens en milieu. Dus hoe kunnen we eigenlijk een duurzaam businessmodel neerzetten waarbij we tegelijkertijd mens en natuur laten opbloeien. Nou, wij doen dat eigenlijk op de volgende manieren. Ten eerste, wat Hugo net ook al even aangaf, onze bloemen zijn allemaal direct afkomstig van allemaal van Nederlandse kwekers, die allemaal op een duurzame manier telen. Die zijn gecertificeerd met een NPSA of A+ certificering en zij gebruiken minimale en dierlijke bestrijdingsmiddelen en gaan ook circulair om met hun water en energie. Wij leveren dus de meest duurzame en dagverse bloemen direct afkomstig van het Nederlandse land. Ten tweede, al onze boeketten en onze bloemen worden samengesteld tot stijlvolle veldboeketten door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Wij vinden dit een beetje onzin, dit begrip een achterstand op de arbeidsmarkt. Wij vinden namelijk dat
de mens geen afstand heeft tot de arbeidsmarkt, maar juist andersom, de arbeidsmarkt tot de mens. Daarom noemen wij dat ook graag onze talenten. En deze talenten, denk aan mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen of vluchtelingen. Die worden bij ons opgeleid en begeleid en kunnen op deze manier weer letterlijk opbloeien in de maatschappij. En dit gaat dan niet alleen over het samenstellen van de boeketten, maar ook bijvoorbeeld het bezorgen, maar ook de boekhouding, administratie. Nou, eigenlijk iedereen is bij ons welkom met wat voor rugzakje dan ook. Het is alleen de bedoeling om de focus te leggen op de talenten van mensen en niet op de beperkingen van mensen. Want die hebben u en ik allemaal. En ten derde, met een zelf in huis ontwikkeld algoritme kunnen wij de vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Om zo onder andere verspilling van bloemen tegen te gaan. Deze bloemen zijn allemaal eenvoudig te bestellen via een gebruiksvriendelijke bestelportal. Wat ook een van de voorwaarden was voor bijvoorbeeld de aanbesteding van de gemeente Amsterdam. En worden door heel Nederland, het liefst op de fiets, maar niet in alle gevallen is dat mogelijk. In Amsterdam wordt het wel allemaal 100% uitstootvrij gedaan. Op kantoor of bij u thuis, thuisbezorgd. Ik denk dat dat voor ons natuurlijk een onwijs mooie samenwerking nu met de gemeente het geval is. En daar zijn wij ook super blij mee als bedrijf. We zijn nog maar een jong startende onderneming. Maar met het samenwerken met de gemeente Amsterdam en met een aantal andere grotere institutionele organisaties kunnen wij groeien en bloeien en echt impact maken. Dus ik zou zeggen, laten we vooral met z'n allen samenwerken aan die nieuwe economie en samen ondernemen ten dienste van mens, milieu en maatschappij. Flowering a better world. Hartstikke goed, Jos. Dank u. Hartstikke goed, Jos. Heel veel dank. Kan je de slides weer weghalen? Anders kan iemand dat waarschijnlijk wel voor je doen. En ik zie ook meteen een vraag van Inge Dullens. Ja, dat is natuurlijk een hele logische vraag. Inge is ook verantwoordelijk binnen de gemeente voor inclusiviteit. Maar volgens mij kun je hem ook even gewoon stellen, Inge, of niet? Lijkt me heel gepast als jij nu even... Ja. Je bent ongetwijfeld blij met deze ontwikkeling. Zeker, ja. Echt fantastisch dat inderdaad, wat Hugo ook al noemt, het is de eerste keer dat er een aanbesteding echt direct gegund is aan een sociale firma in Amsterdam. We zien natuurlijk wel veel opdrachten al waarin sociale firma's als onderaannemer onderdeel zijn van de opdracht. In dit geval is dat voor de vrouwenfamily goed nieuws, maar inderdaad ook voor de gemeente en voor... de extra kansen die dit weer voor Amsterdammers biedt om aan het werk te gaan. En ik was even benieuwd, Jos, of je daar iets over kunt zeggen. Doordat je dus deze opdracht hebt gekregen voor een aantal jaar nu, in ieder geval voor de gemeente. Wat betekent dit voor hoeveel extra mensen jij nu werk kunt bieden? Ja, bedankt Inge. En dat kan ik zeker. Jullie kunnen het niet zien, maar hier schuin naast mij zit... Om een mooi voorbeeld te noemen, Ailing. Ailing is een Chinese vluchteling die door geloof naar Nederland gevlucht is. Heeft daar verschrikkelijke dingen meegemaakt in een Chinese werkkamp. Heeft zich nooit echt goed kunnen aarden hier in Nederland. En eigenlijk doordat wij nu met de gemeente samenwerken, is er ook weer ruimte vrijgekomen om nieuwe talenten aan te nemen. En is Ailing nu bij ons werkzaam. Ziet ze gewoon weer letterlijk opbloeien. Dus een grote meerwaarde ook binnen de family. En dat is nu één voorbeeld. Maar we hebben ook andere, bijvoorbeeld de rechterman op de slides. Ronnie heeft ook een rugzakje, om het zo even te zeggen. Die fietst nu elke dag met een grote glimlach op onze nieuwe e-bike. Met een hele e-bike vol met mooie bloemen door de stad. En zo hebben we ook Hassan, een Syrische vluchteling, die was de middelste jongen, die ons helpt in de productie van de boeketten. Jan Harm,
Die helpt ons nu met de administratie en de boekhouding. Dus zijn we eigenlijk al door de samenwerking met de gemeente nu al 4 extra talenten mogen verwelkomen binnen de family. Dus het wordt alleen maar gezelliger en groter en impactvoller. Dus nogmaals dank daarvoor. Ja, fantastisch. En ik denk dat ik merk ook dat dit soort voorbeelden en verhalen ook heel erg werkt om inderdaad met die beleidsdirecties die als ze nieuwe aanbestedingen gaan voorbereiden, als je dit soort voorbeelden kunt delen, dat ze vaak niet eens weten dat er sociale firma's zijn met een bepaald aanbod. En dat het heel erg kan helpen, zeg maar, om inderdaad dan meer aan de voorkant dat gesprek aan te gaan. En in dit geval dan de sociale doelen voorop te stellen, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Het werkt ook heel erg verslavend, merk ik. Zoals ik net ook even zei, iedereen heeft beperkingen, iedereen heeft talenten. En als we met z'n allen focussen op de talenten van mensen, waar worden mensen gelukkig van? Hoe zet je mensen echt in hun kracht, in hun waarde? Nou, dan zie je ook dat mensen letterlijk opbloeien. Of dat nou wel of geen talent is. Maar dat werkt, zoals ik net al zei, heel erg verslavend. En we hebben bijvoorbeeld van de 12 mensen die bij de family werken, zijn er volgens mij 8 officieel talent. Dus dat bewijst ook maar dat er niet een middenlaag van management nodig is. Maar dat er wel degelijk een mooie balans kan zijn tussen niet talent, wel talent. En dat werkt gewoon heel prettig. Ja. Ik denk inderdaad, want ik zie die van Egon is ook in beeld gekomen. En ik zag nog een vraag van Egon. Ik denk dat het zeker interessant is om die vraag ook te beantwoorden, Hugo. Kijk, ik zelf, hè, als ik nu kijk naar de verschillende dimensies. En je kijkt naar biodiversiteit. Ik vind de duurzaamheidskant super belangrijk. En als je kijkt naar de hele bloemensector. Dat is een dramatische sector. Hè. Mijn vriendin had ooit een keer zo'n wormenton gekocht waarin je wormen kan doen opbloeien. En dan doe je allemaal je koffiedik en zo in. En daar staat een heel groot ding in van stop geen snijbloemen in je ton, want al je wormen gaan dood. En je ziet dus, en dat is ook een andere vraag die ik ook bij Jos van Wetten zag, je ziet natuurlijk allerlei dimensies van maatschappelijke waarde. Je kunt per soort inkoop kijken van waar kan ik de meeste toegevoegde waarde creëren. En als ik Jos hoor, ben ik heel blij hoor met het hele social return en inclusiviteitsverhaal en dat het goed samen kan gaan. Maar ik was wel inderdaad, Hugo, die vraag van Egon van hoeveel aanbieders zijn er en wat kunnen die dan eigenlijk? Want dat is natuurlijk ook iets wat je vaak wel hoort van we willen wel, maar de markt, hè, de aanbieders te klein, voldoen niet helemaal. Het is toch gewoon echt veel te duur als je, hoe was dat voor jou nu in deze aanbesteding? Ja, als ik dat dan even inderdaad kijk naar de vraag van Egon. We hebben uiteindelijk 7 inschrijvingen gehad op de aanbesteding snijbloemen. Daar waren wij redelijk tevreden mee. Je wil er ook geen tientallen hebben. En de reacties van de kleine bloemisten uit gemeente Amsterdam, dat heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad. Die konden natuurlijk in principe niet mee op de aanbesteding. Omdat zo'n grote aanbesteding natuurlijk ook veel vraagt. En dat heeft ook wel geleid tot wat raadsvragen over waarom we dit op deze manier hebben gedaan. Waarbij uiteindelijk is aangegeven van we hebben hoog ingezet op social return en duurzaamheid. En niet om de aanbesteding behapbaar te maken voor elke bloemist op de hoek in Amsterdam. Wat ook niet te doen is in een Europese aanbesteding. Dus daar kwamen wel wat negatieve reacties uit die hoek. En dan kan ik doorgaan met de volgende vragen beantwoorden. Ja, zeker. Ga je gang. Nanette, we hebben het allebei gedaan. We hebben als eis opgenomen dat 5% van de opdrachtwaarde ingezet moest worden ten behoeve van social return. En we hebben een gunningscriterium opgenomen waarin ze een social return plan moesten schrijven. Dus eigenlijk, wat doen ze nu al op social return? Hoe verhoudt zich dat tot onze opdracht en wat kunnen ze in de toekomst beter doen of meer doen? In antwoord op jouw vraag. Dan nog wel een vraag over, Hugo. Ja, ik zie het. Egon is er. Jullie hebben dit nu gedaan en ik denk dat we hebben misschien even voor het publiek, Hugo heeft het ook gepresenteerd in onze Bisocial Partner Meeting, het Bisocial Netwerk
dient ook om inkopende partijen met elkaar te laten delen en leren. Maar ook natuurlijk om de sociaal ondernemers daar mee te presenteren en te kijken naar de interactie. Als je het nu opnieuw zou doen, wetende wat je nu weet en lerende wat je geleerd hebt, zou je dan iets anders doen? Ja, ik zou zeker de eisen wat wij hebben gehad met betrekking tot social return en duurzaamheid, die zou ik niet gaan aanpassen. Ik zou alleen, en dat me ook met in het achterhoofd, wat ik daarnet al bij Egon zei over de kleine ondernemers in Amsterdam, kijken of we toch op de een of andere manier dat nog mee kunnen nemen in aanbesteding, dat die ook meer kans hebben. Dus misschien vooraf publicatie, presentatie geven aan de ondernemers in Amsterdam, hoe ze zich kunnen voorbereiden of kunnen inschrijven op een aanbesteding. Het zou voornamelijk daarin zitten, niet op het gebied van duurzaamheid of social return. Ik denk dat we daar gewoon op dat gebied gewoon een goede aanbesteding in de markt hebben gezet. En ook heel tevreden zijn met de uiteindelijke winnaar. Ik denk dat de vragen nu beantwoord zijn. Egon, ik heb jou nog helemaal niet gehoord. Nee. Ik ben ook hier meer aangesloten. Ja, ik zat even te denken. Van Egon doet sociaal ondernemen binnen Amsterdam. Of impact ondernemen moet ik geloof ik zeggen. Of Amsterdam Impact. En ik zag wel een vraag voor jou ook. Want er was iemand die zei, ja, als ik nou een goed idee heb, wat doe ik dan? Verspil ik tegen elkaar? Ja, dat is ingewikkeld. Want je ziet hier maar al heel veel mensen kunnen altijd bij jou zijn, of niet? Dat klopt. Ja. Er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden. En er zijn heel veel verschillende afdelingen waar je mee in gesprek kunt. En waar je ook vaak mee in gesprek moet. Maar er was ook een. Er zit in de City Deal zit er een spoor over een makelaarsteam. Nou, dat hebben wij ingericht in de vorm van een loodsfunctie in Amsterdam, wat ik invul. En daar ga ik open in gesprek met ondernemers, andere spelers in het ecosysteem. En zoek ik uit hoe het zit met bijvoorbeeld bepaalde aanbestedingsvragen. Bij wie moet je zijn? Leg ik introducties, leg ik lijntjes, doe ik introducties. Dus dat is vooral de rol die ik daarin vervul. En dan kom je misschien bij Inge terecht. Als er bijvoorbeeld ook een kant aan zit van sociaal werk en inclusie. Of bij specifieke inkopers, zoals bijvoorbeeld in het geval van Hugo. En dat is soms wel ook een beetje zoeken, want inkopen daar, ja, weet je, daar, dat is ook een gelijk speelveld. Dus dat is niet altijd makkelijk. en wat informatie verstrekken over wanneer komt een bepaalde aanbesteding mogelijk op de markt. Dat kan vaak wel. Nog wat dieper, dat is soms wat lastiger. Ook omdat je wel gewoon ook de positie van anderen daar ook oog voor wil hebben. Dat is een beetje mijn ervaring erin. En een andere rol die ik vervul is vooral richting bedrijven, organisaties en consumenten. Want als gemeente kijken we niet alleen naar wat we kunnen toevoegen in termen van marktoegang als gemeente, waar vooral collega's van inkoop, budgethouders ook allemaal druk aan werken, concern inkoop, een prachtige nieuwe visie. Maar richting bedrijven en organisaties met bi-social events, wat we met jullie samen doen. Er komen er een paar aan. Er komen er weer een paar aan. En we zijn ook al voor volgend jaar ook alweer aan het nadenken over wat voor thema's kunnen we oppakken. Dus dat is denk ik ook goed om te benoemen. En daarnaast hebben we een bewustwordingscampagne gericht op consumenten opgezet. Waar heel veel lokale en landelijke partners inmiddels bij zijn aangesloten. Dat is de Impact Days. Ik heb in het begin van de sessie dat ook eventjes in de chat geplaatst. Ja, maar dus voor Roel, als je echt een goed idee hebt, mail Egon of zo. Ik denk dat nooit kwaad kan. Ja. De gemeente, ja, wij kijken natuurlijk naar gemeentes altijd wel, zeker op dit thema, soms moeilijk. Hè? Een gemeente Amsterdam is natuurlijk een grote. En dat maakt het soms heel moeilijk en complex. Maar er zit natuurlijk ook weer veel know-how. Je ziet soms in de kleinere gemeentes dat ze best wel willen, maar missen ook die know-how. Dus daarom ook de presentatie van Monique en zo. Ik denk dat er best wel vraag naar is van,
van middelgrote gemeentes die, ja, die niet die denkcapaciteit en kracht hebben. En dat leren van elkaar, dat is natuurlijk super, super belangrijk. Ja, misschien nog één tip. Al die gemeentes, mensen zoals ik, die spreken elkaar ook. Dus gebruik ook contact wat je al hebt om bij ergens anders ook in gesprek te komen. Dat. Je kan altijd aan mij vragen, goh, ik wil ook in Rotterdam aan de slag. Wie moet ik hebben? Dus ook daarin kunnen netwerken, verbindend werken. Heel goed, we zijn door de tijd heen. Ik denk dat we ook maar gewoon gaan afsluiten eigenlijk. Ik denk dat de mensen waarschijnlijk toe zijn aan een broodje en er is nog een hoop te doen vandaag. Heel veel dank, Monique, Hugo, Jos, Inge, Egon. Ja, ik vind het een hele interessante ontwikkeling en ik ga zeker je advies volgen, Monique. Wij moeten denk ik, we zijn natuurlijk ook als Sociaal Personeel bezig met gemeenteraadsverkiezingen. Die zitten eraan te komen. En onder andere doen we dat dus door goede suggesties naar politieke partijen te meden, wat ze in hun programma's kunnen opnemen. En op die manier komen we weer een stapje verder. En ja, dit soort goede casussen, Hugo, heel veel dank ook. Dat inspireert mensen, dat geeft mensen handvatten en daarmee komen we stapjes vooruit met z'n allen. Heel veel dank en tot een volgende keer.